Op de stand van Hyundai hier in Genève staat een prachtig gelijnd studiemodel. Een langgerekte luxe limousine. Een voorloper van de opvolger van de Sonata die in 2011 op de markt gaat komen. Mike Belinfante, de PR-man van Hyundai in Nederland, kan ons nog veel meer vertellen over dit model. Met de Sonata konden we al mooie muziek maken, maar dit gaat echt de toon maken. Dit wordt de nieuwe i40 die de Sonata opvolgt, maar deze auto komt al in maart volgend jaar. Eerst als station wagon, daarna in september als sedan. Dit is de Hyundai iFlow en dat is natuurlijk een extravagant model, een studiemodel, maar heeft al een aantal uiterlijke kenmerken van de Hyundai i40 die dus volgend jaar gaat komen. Zoals? Nou, met name als je de voorkant ziet, de grill en de lijnen aan de zijkant, die hebben al de kenmerken en er zijn materialen gebruikt in een samenwerking met Bas Effen, de chemieconcern, die lichter zijn, die extra bescherming geven en die zul je in de i40 terugvinden. Over de motorisering valt ook nog wel wat leuks te vertellen, geloof ik. Ja, wij in deze iFlow, daar zit een hybride dieselmotor in met een CO2-uitstoot van slechts 85 gram, dat is ongelooflijk. En Hyundai is volop bezig met ontwikkeling van zowel fuelcel waterstofauto's als hybride auto's. We hebben in Korea nog niet zo lang geleden gereden met een hybride auto die zowel op LPG als benzine reed. Deze is weer diesel. We zijn er helemaal klaar voor. We zullen eerst naar Korea en Amerika de hybrides gaan uitbrengen, omdat daar de vraag nu eenmaal wat groter is dan in Europa. Maar in Europa komen ze zeker. Okay. Je hebt hier verder nog een iX35 met een brandstofcel, waterstofcel, motor staan. Hoe serieus is dat? Ja. Nou, dat is ook erg serieus. Hyundai is al de hele tijd bezig met waterstofauto's. We hebben de Santa Fe gehad, we hebben de Tucson, de oude, en nu het iX35. De iX35 is natuurlijk het nieuwe model waar we nu verroering mee gaan maken. In 2011 komt er in Korea een beperkte serie oplagen van een waterstofauto, die ze in 2015 echt massaal gaan maken voor een prijs onder de 50.000 euro. Maar komt die ook naar Nederland of Europa? Die komt dan ook naar Europa. Op het gebied van Blue Drive gaan de ontwikkelingen ook nog steeds verder? Ja. Wij hebben de i30 heeft een Blue Drive, een start-stop systeem. We hebben dat verder ontwikkeld. We hebben hier nu drie modellen staan, de i10, i20 en i30, die een CO2-uitstoot hebben, allemaal onder de 100 gram. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het aardige is dat er ook een iX35 is. Die heeft slechts 135 gram CO2-uitstoot, want dat is toch een toverwoord, hè, die emissie. En daar wil Hyundai een leidinggevende positie in gaan nemen. Okay. Wanneer komen die op de markt, die schone auto's? Nou, ze zijn er al, maar de vervolg die hier nu komt, dus het volgend jaar, begin volgend jaar tot eind volgend jaar, worden ze steeds in de stages uitgevoerd. Klinkt allemaal fantastisch. Mike, reuze bedankt. Dankjewel, graag gedaan, Willem.